Goedenavond en welkom bij de kloosterserie van Kruispunt. We zijn vanavond in de Franse Elzas, vlakbij het plaatsje Erkersheim. En we vertellen het bijzondere verhaal van de Nederlandse trappistin, zuster Aloysia. Ze woont hier ruim 50 jaar en heeft in het leven heel wat moeten overwinnen. En nu ze 75 jaar oud is, is de cirkel van haar leven rond. En mag ze haar droom waarmaken in dit prachtige landschap. Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Hallo, Cistercienser zuster Aloysia. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent zuster? Aloysia. Ik ben Leo Vijen van Kruispunt. En het is geweldig dat wij bij u te gast mogen zijn. Ik vind het ook leuk. Jij vindt het leuk? Ja. En ik heb natuurlijk meteen een vraag. Wat doet een zuster die eigenlijk in Nederland hoort, hier in de Elzas? Nou, wij zijn hierheen gezonden omdat deze communiteit was oud. Wel in getal behoorlijk groot. Ze waren tegen 30 personen. Maar allemaal oude mensen. Dus meer dan de helft was op het ziekenhuis bij ons. En de jongen veelde. Dus wij zijn als jongen, een groep van Hollanders, naar de Elzas gestuurd. Omdat het schijnt dat de Hollanders beter Duits en Frans kunnen spreken als een ander deel van Europa. Dus wij zijn zo dus daar naartoe gestuurd vanuit Berkel. Berkel Eenschot, ja. Vlakbij Tilburg. Ja. Hier is het de kazerne. En Berkel is een echt klooster, een echte abdij. Hè. Het is echt gebouwd als mooi met, nou ja, zoals als wij droomden dat een abdij zou zijn. Terwijl hier, het is een kazerne. Hè. En hoe bent u hier toch gelukkig geworden? Omdat het leven hier eenvoudiger is. Je leeft dichter bij elkaar. Je bent meer op elkaar ingesteld. Ik weet het niet. Je kunt je hier niet verschuilen? Nee. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat je niet, je kunt je niet mooier geven als je bent. Het ware leven in je en alles, dat komt naar buiten toe. Je karakter en alles. Terwijl in een grote communiteit verdrink je. De abdij Albron is een trappistenklooster. De orde ontstond in de 17e eeuw als hervormingsbeweging binnen de toch al sobere orde van de Cisterciensers. Ze worden ook wel Cisterciensers van de strikte observatie genoemd. Tot halverwege de vorige eeuw was het een zwijgende orde die zich kenmerkte door de grote gemeenschappelijkheid. Bid en werk is zeker op de trappisten van toepassing. Dat zwijgen doen ze nog op gezette tijden, maar het spreekverbod bestaat niet meer. De soberheid en de stilte zijn gebleven. Al is de stilte in dit klooster soms ver te zoeken. Het is veel te veel lawaai, je hebt geen 5 minuten rust. Af en toe is het er niet om uit te houden. En het wordt steeds erger. Zelfs in de nacht heb je geen rust. Thank you.
Zuster, is dit een van uw taken? Dit is, één van mijn taken. Dat kan ik dit echt zeggen. Maar ik heb er heel veel. Dit is wel een van de hoofdtaken met dat wat ik dus aan naaiwerk doe. Het is eigenlijk allemaal huishoudelijk werk wat ik doe. De was? De was. Strijken, uitdelen en dan het naaiwerk voor de communiteit. Hè? Past dat bij u? Echt. Dit is echt het werk van een moedertje. Hè? Ik voel het zo. Hoor. Dat is wat ik thuis al gedaan heb, dat doe ik nou hier nou ook. Met dit werk. Maar past het ook in de zin van dat u graag bezig bent? Ook dat. En ik voel me er echt, want nou doe ik het tenminste toch al minstens meer dan 20 jaar dit. En voor mij is iedere dag nieuw. Dat wil zeggen, ik verveel me er niet mee. Het staat me niet tegen. Maar je hebt werk dat je denkt, oh god, alweer. Nee, het is iedere dag nieuw voor mij. En ik doe het echt met hart en ziel. U bent hier met een aantal Nederlandse zusters. Ja. Al ruim 50 jaar hier. Ja. Voel je je dan nog steeds Nederlander? Och jee, dat hoor je toch. Ja. Nou, wat mij betreft, als we psalmen zingen, en daar heb ik het woord vreemdeling, wat we bidden, dan voel ik me nog altijd de vreemdeling. Ja. Dat is op mij van toepassing nog altijd. Dus ik ben nog altijd Nederlander gebleven. Ja. Ik ben zuster Pauline en ik kom uit Eindhoven. Ik ben zuster Bernardine en kom uit Leiden. En ik ben zuster Lamberta en kom uit Kerkrade. Ik ben zuster Therese en kom uit Alkmaar. En ik ben zuster Alois en ik kom uit Doesburg. Het echte Nederlandse, zou ik maar zeggen, het blijft onbewust zit ze. Dat is waar. Maar ik voel me toch ook wel echt dat hier me. Ja, dat ik hier de langste tijd van mijn leven heb doorgebracht, natuurlijk. Ja. En ik. Maar je blijft ergens nog, dat kan je niet vergeten. En wat is dat dan? Ja, wat is dat? Wat is dat dan? Dat is omdat de liefde tot je land aangeboren is. Je hebt het in je zitten. En niemand van ons heeft zelfs de Nederlandse paspoort afgegeven. We zijn niet genationaliseerd naar Frankrijk toe. Ja. Dus dat is al een bewijs dat we werkelijk willen blijven. Enfin, innerlijk voelen we dat we toch geen echte Franse mensen zijn. En bidt u dan in het Frans, of in het Duits, of juist in het Nederlands? Ik heb mijn hele bidden ingesteld op de psalmen. En die kennen we in Frans. Dus het komt er dan in Frans uit. En ik heb laatst nog gedacht, als ik in Nederlands zou bidden, zou ik niet weten of ik tegen de Heer u of je zou zeggen. Want in Frans zeg je tu. En dacht ik, en in het Nederlands zou het misschien niet passen als ik jij tegen de Heer zei. Zo ben ik toch door de gebedstaal Frans geworden. De komst van de Nederlandse zusters heeft destijds niet kunnen voorkomen dat de communiteit kleiner is geworden. Er zijn nu nog maar 16 zusters. Het gebouw is te groot en ook het onderhoud is niet meer op te brengen. Tijd voor verandering. Links. Nee.
hebben dus lang gezocht om een omgeving te vinden die meer voor ons leven past. Dus dat is voor het contemplatieve leven. Ik ben er blij om dat we weggaan. Maar wat de toekomst brengt voor ons is dat het wel voor de communiteit moeilijker gaat worden, omdat we veel dichter bij elkaar leven. Dus je moet niet denken dat of we zijn weg, nou wordt het beter. Nee, ik geloof niet. We zijn dus nou gewend dat we de ruimte hebben en dat we kunnen doen wat we willen. En wat betreft de ruimte, hè. Terwijl we daar heeft ieder zijn kamer en geen één kamer meer is er vrij. Dus je kunt niet even vluchten naar een kamer en Je bent werkelijk op elkaar aangewezen. Echt weer op elkaar aangewezen. Je kunt elkaar nou niet meer uit de weg gaan. En u gaat naar de stilte. Ja. Vindt u dat fijn? Ja, dat ben ik. Dat is eigenlijk voor mij de aantrekkingskracht. Dat concentreert je op de présence die in je is. Dat wil zeggen, op dat wat je hele leven uitmaakt. Rechtdoor, hè? Wat je hele leven uitmaakt, op God richten. Dat concentreert je. Je wordt niet afgeleid door alle hand van rechtdoor. Het is net als in deze auto, rechtdoor. Door stil te zorgen dat je rechtdoor naar God gaat. Ja, precies. We zijn thuis. In ons nieuwe huis. Hè? Baumgarten. Ja, Baumgarten. Als ik in de nacht wakker word, dan is mijn eerste gedachte, tja, Baumgarten. Maar dan moet ik denken, nee, nog niet. nog niet. In dezelfde cirkel van uw leven rond als u hier bent? Ja, hier vind ik wat ik gezocht heb, wat het uiterlijke tenminste betreft. Hè. De stilte, de natuur, alles. Het is werkelijk wonderbaar. Het is een droom. Zuster Aloysia en haar medezusters hopen eind van het jaar op het landgoed Baumgarten te kunnen wonen. Nou, het is lekker een rommel hier. De afgelopen jaren deed het landhuis dienst als hotel. Nu de trappistinnen erin komen, keert het huis weer terug naar zijn spirituele wortels. Nou gaan we naar boven, dan kun je meekamer zien. De oorspronkelijke bewoners waren Cisterciënser monniken die hier in de 11e eeuw een klooster hadden. En dit is mijn kamer. En het wordt dus alles nieuw geschilderd. Hè? Ik vind dat bepaald niks voor mij. Maar toen moeder Abdies zei dat ik deze kamer kreeg, wel, ik wist het nog niet. En toen zei ik, hoe is het mogelijk dat ik zo'n grote kamer krijg? Een leven als een rijke bijna. Hè? Wel, zo voel ik het een beetje. Maar als je het in eenvoudigheid aanneemt, dan is dat niet zo het geval. Je kunt leven als je rijk bent, kun je leven als een arme als je het inwendig werkelijk arm leeft. Ik bedoel, als je er niet aan hangt. En ik neem het in alle eenvoud aan dat het zo is. We zitten hier nou in het zwembad, zonder water. Maar dat wordt dan onze kapel. Dus je moet wel een beetje imagination hebben om te denken dat dit later een kapel wordt. Dit is een intieme ruimte. En dit geldt eigenlijk voor heel dit nieuwe klooster. Dat betekent dat u dicht op elkaar leeft. Hoe moeilijk is dat? Het echte leven, het diepere leven, wordt hier wel, geloof ik, meer op de proef gesteld. En wat is echt leven, diepe leven? Diepe leven, ja. Het echte communiteitsleven. Het samenleven. En zoals ik zei, je kunt niet meer vluchten. Je kunt geen omweg maken om die of die met wie je moeilijk omgaat kan gaan, uit de weg te gaan. Dat is niet meer mogelijk hier. Maar heel veel mensen die denken, ach, als je zo'n klooster bent, dan dat is juist een vlucht uit het leven. Bijna bij wijze van spreken. Je duikt het zwembad in en je vergeet even alles. Nee, het is niet zo makkelijk. Zo. Je moet werkelijk, je wordt dagelijks met jezelf geconfronteerd. Hoe noem je dat? Geconfronteerd. Geconfronteerd. En dat kun je niet uit de weg gaan, tenslotte. Hè?
Het is alleen als je het probeert uit de weg te gaan, dan vlucht je. Maar met de vlucht is niet alles gedaan. Het blijft. Je moet de stap doen om uit jezelf te komen. Als je dat niet doet, dan is het leven een illusie. Dan leef je een illusie. Juist. Ja. En je hebt de anderen nodig om uit die illusie te komen. En dat is wat je accepteren moet. Kun je daar een voorbeeld van geven? Want mensen denken, nou, het is mooi, illusie, en je hebt de ander nodig. Maar kun je daar eens een voorbeeld geven? Waarom de ander dan ineens confronterend is voor jezelf? Ja. Als je medezuster een andere mening is als jij, dat hebben we nou gemerkt toen we hier dus over dit alles spraken samen. Er waren heftige discussies erover. Hè? En dan moet je op een bepaald moment moet je zeggen, jij of ik trek me nou terug, anders komen we nooit tot een eenheid. Dus volgens mij is het dat je moet zo ver komen dat je denkt, blijf ik nou op mijn voetstuk staan omdat ik denk dat ik gelijk heb? Of is het alleen omdat ik iemand dwars wil zitten of dat ik mijn eigen mening door wil zetten? Of ben ik bereid uit naaste liefde voor een ander om mij opzij te zetten en zeg, ja, neem jij dat maar, ik krijg wel wat anders. Ik heb mijn eigen leven moeten leven en dat heb ik gedaan. Ik ben trouw gebleven aan dat wat ik voelde dat ik moest doen. En ik vind dat, al zeg ik het van mezelf, een prestatie. Want niet iedereen doet dat. Wel, ze zeiden wel eens van mij, zij weet wat ze wil en ze volgt het. Ze wist wat ze wilde en ze heeft het gevolgd. Het kloosterleven, werd dat gesteund door uw vader en uw moeder? In gronden, nee. Mijn vader was er erg op tegen. En ik heb moeten vechten en ik ben gevlucht thuis. Ik ben op een zaterdagmiddag de winkel doorgelopen en heb vader gezegd, dag. En hij wist niet waar ik naartoe ging. Mijn moeder wist het. Maar mijn vader niet. En na de hand ontdekte hij dus dat ik voorgoed weg was gegaan. Aloysia's vader is geen gemakkelijke man. De Tweede Wereldoorlog laat zijn sporen na. Hij is driftig, vaak ook gewelddadig naar zijn kinderen. Als Duits-Joodse man heeft hij moeten onderduiken om te overleven. En na de oorlog kan hij zijn werk als chef-etaleur niet meer opbrengen. 6 van zijn medewerkers zijn vergast. Samen met zijn vrouw begint hij een eigen zaak. Aloysia mag niet verder leren, maar moet meewerken in de winkel. Geleidelijk aan neemt de wens om naar het klooster te gaan vastere vormen aan. Als ze 20 is, treedt ze in bij de trappistinnen in Berkel-Enschot. Hij is meerdere jaren niet meer bij me geweest. Wel, ieder mocht visite krijgen. Niet? En ik heb hem niet meer gezien, meerdere jaren. Tot ik weer hierheen ging. Voor heb ik hem niet meer gezien. Denkt u daar nog elke dag aan? Nou, het komt mij vaak boven. Hè? Ik moet eerlijk zeggen, het is vaak een nachtmerrie.
Als ik eraan denk, dan schuif ik het bewust van me af. En, ik heb veel scènes meegemaakt daar. En het is niet makkelijk geweest. En, ja. Maar nog steeds dus, ook ja. Hier ja. In de Elzas? Het komt nog steeds boven. Hè? Ja. Dat blijft de mens een leven lang achtervolgen? Ja. Kan het u beroeren dat u er verdrietig van wordt, dat u ervan gaat huilen? Nee, daar ben ik overheen. Maar ik zie het nou alleen als, ook als een weg die ik heb moeten gaan om mezelf beter te kunnen begrijpen. Wel, ik heb er ook heel veel van meegekregen natuurlijk. En om te proberen die anderen ook te begrijpen. Ja, maar het valt toch niet te begrijpen dat iemand zijn kinderen slaat. Dat een vader zijn kinderen slaat en dat kinderen bang zijn voor hun vader. Ik geloof niet dat ik ooit zo ver gegaan ben. Waarom? En ik heb het gewoon als een feit genomen. Ik weet het niet. Ik geloof niet dat ik ooit zo ver gezocht heb. Waarom heeft hij dat gedaan? Zuster Aloysia krijgt 15 jaar geleden een agressieve vorm van borstkanker. Haar medezusters vrezen voor haar leven. In die periode leert ze ook een andere kant van zichzelf kennen. Dat heeft mij dus heel agressief gemaakt. Dus ik ben een beetje teruggevallen op het leven wat ik thuis leefde met mijn vader. Ik werd agressief, ik werd driftig. En, had u dat ooit gedacht, dat u dat wat u bij uw vader altijd zo angstig vond, dat dat nu ook in uzelf was? Nou, voor mij was het eigenlijk een beetje heel normaal. Wel, je erft de dingen in een gezin. Je erft altijd wat van je ouders, dus dat is wat. Maar ik was het me niet zo bewust dat ik dat ook had. Dat ik ook zo ver kon gaan. Dus, en wat leer je dan over jezelf? Dat ik ook heel veel in mij heb wat een ander af kan stoten. En dat ik niet zo lief of zo goed was als ik zelf dacht. Dus je illusie over jezelf werd een beetje gekalmeerd. Is er ooit een moment gekomen dat u er vrede mee kon hebben? Vrede met alles wat gebeurd is? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik er ontzettend veel moeite mee gehad heb. En voor mijn definitieve professie heeft onze aumonier, onze biechtvader, heeft gevraagd, wel, die wist daarvan allemaal, of ik werkelijk mijn vader kon vergeven. Anders was het erg moeilijk voor mij om een stap, om definitieve stap te maken, doen. En toen heb ik werkelijk moeite gehad om te vergeven. Heeft u het gedaan of heeft u het niet? Ik heb het gedaan. En ik heb het zelf voor mijn vader gedaan. En heb gezegd, pap, alles wat gebeurd is, willen we niet meer aan denken. En hij heeft zich omgedraaid en hij heeft gehuild. Maar dat was alles. Dus ik denk dat hij zich toch heel wat bewust was. En ik moet eerlijk zeggen ook, 2 maanden voor zijn dood, toen was hij 86 jaar, was hij hier op visite. En toen heeft hij opeens zijn arm om me heen geslagen en heeft gezegd, kind, het was toch goed dat je hier was. En dat was zijn laatste woord. U bent hier ruim 50 jaar. Ja. U bent zelfs een zuster van bijna 90. Ja, ja. Ja. Ja, ik ben meer dan 50 jaar hier. Meer dan 50 jaar hier? Ja. En nu gaat u dit verlaten. Bent u blij dat u naar een nieuw klooster gaat? Ziet u eruit? Of vindt u dat moeilijk? Nee, zuster? Helemaal niet hoor.
Nee? Zij was het meeste die er op bedacht was. Ik heb het altijd moeilijk gevonden hier, wat betreft de omgeving, hè. Dat dorp zo, alles is bij elkaar. Je hoort het schreeuwen als je in bed ligt en de ramen staan open in de zomer, dan hoor je dat dorp. Hè. Nee, het is dat we meer naar eenzamer gaan, dat vind ik heerlijk. We zijn er al 25 jaar aan het werken, de financiële kant. Want je kunt er niet op straat gaan staan en bedelen, geef me alsjeblieft wat geld. Maar wij willen in dat grote huis blijven wonen. Nou, zuster, daar zitten we dan. En genieten van een mooie natuur. Nou, ik vind het eigenlijk nog mooier dan ik had gedacht. Inderdaad, het is heel mooi. Waar je kunt kijken waar je wil. Je hebt iets moois voor je. Het is alsof een droom is uitgekomen. Ja, die aantrekkingskracht naar de natuur en die stilte, dat hebben wij, ik weet niet waarom, alleen de Hollanders misschien, maar heel sterk. En dat vinden wij dus nou. Maar ik had ook een beetje bij u het gevoel dat u hier op een plek was die diep van binnen lang gezocht is. Ja, dat is waar. Dat is waar. En dat ook een droom is. Ja. Een droom die werkelijkheid werd, of wordt, is nog niet zo ver. Helemaal, maar het is inderdaad waar. En ik heb altijd al in het begin het gevoel gehad, als ik ooit in het klooster ga of als ik die stap doe, dan moet dat werkelijk in een stilte. Misschien omdat ik thuis veel te veel lawaai gehad heb, op allerhand van manieren. En dat ik daardoor meer het gevoel heb om naar die stilte getrokken te zijn. En noemen we dat nou geluk? Het kan helpen tot het geluk, maar het geluk zich ligt dieper als dat. Ja? Ja. En wat is dat dan, geluk? Wat is dan echt geluk? Als je vrede met jezelf hebt, dan ben je altijd gelukkig. Vrede met jezelf hebben. Dat is zo'n beetje het moeilijkste wat er is, hè? Ja. Ja, hij kan. Volgende week in Kruispunt. De verhuizing van de trappistinnen van Berkel en Schot naar de stilte van Oosterbeek. Vindt u het moeilijk? Ik vind het moeilijk, ja. Maar ik zie wel dat het gewoon moet. En naarmate het huis leger wordt, gooi je er ook steeds meer naartoe. Ja, dan word ik natuurlijk weer emotioneel. Dat is vervelend, maar... Ik heb mijn eigen leven moeten leven en dat heb ik gedaan. Ik ben trouw gebleven aan dat wat ik voelde dat ik moest doen. Rechtdoor. Het is net als in deze auto, rechtdoor. Door stil te zorgen, ja, dat je rechtdoor naar God gaat. Ja, precies. U bent 75 jaar en nog heel actief en heel vitaal. Ik geloof dat het veel... aan doet, dat omdat ik nog altijd actief ben in het werk. En niet zeg, oh, ik ben al 75, dat kan ik niet meer doen. Maar ja, ik weet het niet. Ik voel het zo. En ik heb nog nooit een zuster meegemaakt die hard loopt, gewoon 50 meter achter elkaar. Nou, dat is... Eerstens is het gezond, zolang je het nog kunt. En tweedens, het gaat vlugger. Het gaat inderdaad vlugger. Als je iets moet doen. Maar het is niet alle dagen, hè, dat ik ren. Want in principe is dat niet erg contemplatief.